iemand die dan zegt van wat dat wijf in de kop spuit, kan ze heel Afrika redden. Dus hou op met je lulverhaal. Waar komt dat vandaan? En je voelt zo'n haat. Een of andere manier met z'n allen heel gewoon zijn gaan vinden dat je op social media de meest verschrikkelijke dingen over mensen kunt zeggen. Ik bedoel, pesten van kinderen op school is een heel groot thema en er wordt gelukkig van alles aan gedaan. En daar waar volwassenen eigenlijk precies hetzelfde idiote kinderachtige gedrag vertonen, vinden we dat heel oké. Heel vaak gaat het over mijn uiterlijk, gaat het over dat ik te dik ben, gaat het over dat ik helemaal opgespoten, strak getrokken, mismaakt, te oud, dom, oppervlakkig, irritant, kutstem. Nou ja, zo kan ik heel lang doorgaan, maar dat is ongeveer het gemiddelde van wat ik over mezelf lees. Veel meer negatief dan positief eigenlijk. Het gaat er niet eens om wat ik zeg, wat ik doe. Want als ik bij De Wereld Draait Door zit te vertellen over de actie minderen voor kinderen en zit daar heel bevlogen een verhaal te vertellen, dan lees ik uiteindelijk op Twitter alleen maar over hoe ik eruit zie. Of iemand die dan zegt van wat dat wijf in de kop spuit, kan ze heel Afrika redden. Dus hou op met je lulverhaal. Waar gaat het over? Waar komt dat vandaan? En je voelt zo'n haat of jaloezie of boosheid op iemand die je helemaal niet kent. Heel soms komen ze gewoon keihard binnen. Iemand die zei, toen ik in zijn optiek een fout maakte bij een berekening bij miljoenenjacht, ze is al net zo dement als de moeder. Daar kan ik echt een slechte nacht van hebben. Je pakt iemand op zijn zwakke punten. Nou ja, bij mij is dat natuurlijk mijn leeftijd. Het feit dat ik gewoon te dik ben, dat weet ik ook wel. Daar maak ik zelf vaak genoeg grappen over. Het feit dat ik eerlijk toegeef dat ik wel eens wat aan mezelf laat doen. Dat zijn de dingen waar ze me blijkbaar mee kunnen pakken. En wat ze ook heel grappig vinden of zo, om daar elkaar te overtroeven in. Kijk eens wat ik voor een leuke spitsvondigheid heb. Het is helemaal niet leuk, het is echt heel erg kwetsend. Weet je, ik vind ook niet iedereen leuk. Er zijn ook mensen op tv waarvan ik denk, of waar ik me aan erger. Alleen, en dat zal ik heus wel eens zeggen tegen iemand die ik goed ken, maar ik heb niet de minste behoefte om dat online te zetten. Daarmee het risico te lopen dat iemand dat zou lezen. Nou ja, ik denk dat je je moet realiseren, als je tegenwoordig op welke manier dan ook je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, of je nou gaat vloggen, of je komt op televisie, of je wordt een beroemd model, wat dan ook, dat je met dit soort dingen te maken krijgt. Maar het feit dat zelfs ik met al die ervaringen, met zo'n dikke huid wat kritiek betreft, af en toe nog echt wel eens een slechte avond heb als ik dingen over mezelf lees, dat dat voor jonge mensen echt heel erg moet zijn, want die zijn dat nog niet gewend. Wat doet dat met iemand? Dat vind ik best wel zorgelijk. Ik heb niet echt de behoefte om iets tegen die haters te zeggen, want ik denk dat ze een niet al te vrolijk bestaan hebben, want anders kan je niet zo zuur zijn. Thank you.